toen Hannah voor het eerst opgenomen was in Sophia Kinderziekenhuis, kreeg ze een blauw stukje touw met haar naam erop. En daarna kreeg ze een kraaltje voor elke behandeling die wordt gedaan. Dus je kan zien eigenlijk over de laatste maanden heeft Hannah heel veel meegemaakt door de kraling. En we hebben hem gisteren opgemeten en die was 2,60 meter lang. Dit is Hannah. Tot vorig jaar juni leek ze kerngezond, maar toen stelden artsen vast dat ze neuroblastoom heeft, een zeldzame vorm van kanker. De buikpijn die ze sinds een paar weken had, bleek veroorzaakt door een tumor in haar buik, die ook al was uitgezaaid. En dat is zo'n schok, kan je niet voorstellen. En een kind die duidelijk een beetje ziek is met buikpijn en een beetje moe, maar dat het zoiets ernstigs was, hadden we echt helemaal niet aan gedacht. Hannah heeft nu 6 intensieve ronde chemotherapie gehad. Ze heeft 2 operaties gehad om de tumors te verwijderen. En hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie. En dat is allemaal in ongeveer 7 maanden de tijd. Ze is best een pittig meisje, heel sterk. En we hebben echt geluk mee, omdat ze zet gewoon 100% in van nou, ik word beter. Maar ze is nu echt, ik merk nu dat ze het echt gewoon moe is. Collega's van Hanna's ouders, die allebei bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest werken, trekken zich het lot van Hanna erg aan. We hadden een operavoorstelling in het muziektheater in Amsterdam. En Randy die speelde de opera, de paukenpartij, wij zijn directe collega's. Dat betekende dat ik die dag vrij was. En toen werd ik 's middags gebeld van joh, door de directie, of ik vanavond die avond kon spelen in plaats van Randy. Omdat er zijn dochter ernstig ziek bleek te zijn. Dan ga je gelijk spelen en dan hoor je later hoe erg het is en wat er precies aan de hand is. En dan, dan dringt het pas echt door wat er aan de hand is. Hanna heb ik nog, tijdens het Kerkenfestival was heel eventjes erbij tussen de behandelingen door. En het is echt een stoer meisje. Echt fantastisch hoe ze ermee omgaat. En het is echt heel knap. In Nederland kunnen de artsen nu niets meer voor Hanna doen. Maar in Amerika zijn heel goede resultaten geboekt met immuuntherapie. In oktober vroegen Hanna's ouders hun verzekeraar om die therapie te vergoeden. Maar die geeft nog steeds geen groen licht. Als we wachten op tot het de medicijn hier verkrijgbaar is, is het te laat voor Hanna. Het werkt alleen als je het binnen een korte periode na de laatste chemo geeft. Daarom hebben collega's van Randy en Rachel een benefietconcert voor Hanna georganiseerd. Niemand minder dan chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin zal het concert leiden. En de wereldberoemde Janine Jansen zegde ook meteen haar medewerking toe. Ze hopen op 6 maart op een uitverkochte grote zaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja, ik vind het gewoon geweldig dat collega's zo bereid zijn om tijd en alles te organiseren om concert te doen voor ons kind. Nou, dat is echt geweldig. Ja, het is hartverwarmend. Zondag vertrekt Hanna met haar ouders naar Philadelphia, waar ze woensdag haar eerste nieuwe behandeling krijgt. Gaat de ketting ook mee naar Amerika? Hanna, gaat de ketting ook mee naar Amerika? Ja. Ja.